Pascal Jansen kan met zijn ploeg PSV A1 op zaterdagmiddag de eerste prijs van het seizoen binnenhalen. Want op Varkenoord strijden de mannen van PSV A1 om de Nike Supercup voor A-junioren. PSV won vorig jaar de beker. Tegenstander is landskampioen Feyenoord. En het is meteen goed om te zien hoe de ploeg van Pascal Jansen ervoor staat na die voorbereiding. Jordi de Wijs terug op Zeus de La Paz. Leemans en Rai Vloed. En die mag ver komen. Rai Vloed, de nummer 10 van PSV A1. Hij met het eerste schot recht in de handen van doelman Maarten de Fokkert van Feyenoord. Dat was meteen ook een van de weinige kansen die PSV A1 in die eerste helft zou krijgen. Verstraten werkt de bal weg. Inworp wordt snel genomen. Dit is Jesse Driebergen. Terug naar Rick Karsdorp. Dammers. Karsdorp. En dan staat het 1-0 voor Feyenoord. 26 minuten gevoetbald en Zeus de La Paz is gepasseerd. Goede combinatie. Het schot dan van Karsdorp via de hak van Jordi de Wijs. En zo leidt Feyenoord A1 de landskampioen dus met 1-0 tegen bekerwinnaar PSV. En PSV heeft het lastig in die fase. De Wijs en Zeus de La Paz, slechte communicatie. En de doelman van PSV A1 kan ternauwernood een tweede treffer van Feyenoord voorkomen. Maar hij zal niet tevreden zijn over die eerste helft. Pascal Jansen, weinig kansen voor PSV A1. Het initiatief was er voor Feyenoord. En in de tweede helft zal dat beter moeten. Van Vlerken met de opening op Junior. Gaat de actie aan, Junior. Krijgt dan de ruimte, besluit te schieten. Maar het gaat voorlangs en ook Rai Vloed kon zijn voet niet tegen die bal krijgen. De Fokkert met de doeltrap. Bal wordt verlengd. Dammers is sneller bij de bal dan de La Paz. En dan staat het 2-0 voor Feyenoord en dat is verdiend. Goed doorgekopt. En dan in één beweging gaat Dammers voorbij de La Paz en schuift die bal in het lege doel. Heezakkers op Junior. Leemans, die krijgt de ruimte. Clint Leemans kan aardig schieten en treft de lat. Die wat dan nog, die komt niet aan de bal. Maar PSV knokt zich terug in de wedstrijd en dit schot van Leemans. Ja, het is voor de lijn, u ziet het in de herhaling. En dus geen treffer voor PSV A1. Maar gesterkt door dat moment komt PSV beter in de wedstrijd. Van Vlerken, ook hij probeert het van ver en de Fokkert met een goede redding. En zo is PSV dus gevaarlijk. Dankzij schoten van afstand. Heezakkers op Moussa Sano. Hij in de ploeg gekomen. Sano met de actie. Voert hem dan misschien iets te ver door. Wouters. Rommens. Er is veel gewisseld in die tweede helft. Sano weer. En een vrije trap gegeven door scheidsrechter Bronsvoort. Doelman de Fokkert organiseert. Vloed achter de bal. Rai Vloed, prachtige uithaal. En zo staat het 2-1. In de 90ste minuut. Er is dan al aangegeven dat er 7 minuten blessuretijd bij komt. En dus is PSV weer terug in de wedstrijd dankzij deze fantastische uithaal van Rai Vloed. En PSV maakt haast. Leemans op Sano. PSV heeft nog een paar minuten om die scheve situatie recht te zetten. Nog altijd Moussa Sano. Sano met het schot en dan de bal afgeweken op de arm van Stijn Houben, lijkt het. Maar scheidsrechter Bronsvoort geeft een hoekschop. Woede bij de PSV-spelers. En is dat terecht? Hier Sano. Ja, hier had je een strafschop voor kunnen geven. Bronsvoort geeft hem niet. En zo is de Supercup voor A-junioren niet voor PSV, maar voor Feyenoord.